En dat is waar ik vanmorgen met jullie over wil praten. Over het ontvangen van zijn perspectief. Over het beseffen dat God door omstandigheden heen, soms wat ik dan eigenlijk een beetje noemde, ik heb het van de week ook al beschreven, een verborgen agenda kan hebben. Dat er soms omstandigheden zijn waarin er zelfs dingen gebeuren die echt niet van God komen, maar door de dingen die gebeuren, kan God soms een boodschap geven die, als we die gaan zien, levensveranderend kan zijn. Zijn we er nog met je bij? En waar ik het met je over wil hebben, is dat God jou, mij, soms beet neemt. En als er iemand is die mij beet mag nemen, dan is het God. Als er iemand is die met mijn leven een verborgen agenda mag hebben, dan is dat wat mij betreft God. Voor de rest heb ik eigenlijk ten diepste, als ik gewoon heel eerlijk ben, een hekel aan mensen met verborgen agenda's. Ik heb ze meegemaakt in mijn leven. En misschien heb ik dat zelf onbewust ook wel eens gehad, dus ik zeg het niet veroordelend. Maar als mensen een verborgen agenda hebben, dan kan het gebeuren. Dan doen ze lief en aardig tegen je. Maar ten diepste zijn ze niet lief en aardig tegen je omdat ze je leuk vinden, maar zodat ze er zelf uiteindelijk beter van gaan worden. Ik kan je daar wat voorbeeldjes van vertellen, maar ga ik gewoon lekker niet doen. Want we hebben allemaal zelf wel voorbeelden van dat soort situaties. Dus als mensen een verborgen agenda hebben, dan meestal hebben ze een verborgen agenda met daarachter een bedoeling zodat ze er zelf beter van worden. Als God een verborgen agenda heeft met jou en met mij, met jouw leven en met mijn leven, heeft hij altijd uiteindelijk het doel dat jij er beter van wordt. En omdat ik weet dat God zo met mij omgaat, omdat God zo naar mij kijkt, omdat God op die manier van mij houdt, vertrouw ik hem 100% met zijn verborgen agenda. En omdat ik hem daarin ben gaan leren vertrouwen, want dat heb ik moeten leren, kan ik ook zien dat als soms dingen niet gaan zoals ik ze wel zou willen, vertrouw ik God van nou, misschien heeft u wel een verborgen agenda of iets diepers voor mij, wat ik hierdoor mag gaan leren, wat ik mag gaan zien, wat ik nu niet zie, maar u weet het wel en ik vertrouw u dat u mij uiteindelijk gaat brengen waar ik nu nog niet ben. Hij mag een verborgen agenda voor me hebben. Als ik soms in situaties zit waarin ik de controle niet heb, heb ik wel een keuze. En welke keuze maak ik ten diepste? Van Heer, wat wilt u hier doorheen tot mij zeggen? En wat wilt u hier doorheen door mij doen? God mag ons soms beet nemen. En waarom neemt hij ons soms beet? We gaan zo lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 17. En dan lezen we het verhaal van Elia die uiteindelijk bij een weduwe aankomt. En dat is een heel bijzonder verhaal. We gaan hem ook zo wel lezen. En daardoorheen ga ik zien hoe God soms dubbele lagen heeft. Dat God soms extra dingen doet. En het is dus in die context dat ik zeg van God neemt jou en mij soms beet. En het eerste punt, die mag je zo op het scherm laten zien. Waarom God ons soms beet neemt, is omdat hij jou beet wil blijven houden. Dus ik heb dat woordje beet nemen, heb ik een beetje dubbel neergezet. Hij neemt ons beet, hij neemt ons soms beet, maar omdat hij jou zo, hè, dit is ook beethouden, snap je hem? Je kijkt hem allemaal zo aan, zo van, hè? Ja, vasthouden, weet je wel, hij wil je niet kwijt. Hij wil dat we afhankelijk van hem blijven. En opnieuw hebben we het over perspectief. En in 1 Koningen hoofdstuk 17 vers 1 gebeurt er iets wat enerzijds voor de Israëlieten en voor de aanwezigen en misschien zelfs voor de profeet die dit proclameert zou kunnen betekenen, man, we zitten in crisis. Want wat gebeurt daar? 1 Koningen hoofdstuk 17, de Tisbiet Elia uit Gilead. 1 Koningen 17 vers 1, zet hem maar op het scherm. Zij tegen Agab, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Ik heb net een stukje uitgelegd over perspectief. Ik heb net uitgelegd over hoe belangrijk het is om dingen te blijven zien vanuit hoe God ze ziet en niet vanuit hoe onze omstandigheden zijn. En je zou uit deze tekst kunnen ophalen van man, er is geen regen. Alleen ik geloof, helemaal als we de rest van het verhaal van Elia lezen, dan ontdekken we dat God misschien de wolken sloot omdat hij de hemel wilde openen. Soms sluit God de wolken omdat hij de hemel wil openen. Omdat hij wil dat we dingen gaan zien die we nog niet gezien hebben. Hij sloot de natuurlijke bronnen van voorziening om de mensen uiteindelijk weer afhankelijk te gaan laten worden van zijn voorziening.
God vernietigt soms waar jij op vertrouwt, zodat je hem volledig kunt blijven volgen. God vernietigt soms waar je op vertrouwt, zodat je hem volledig kunt blijven volgen. We hebben altijd een keuze. We hebben niet altijd controle. Ik geloof dat het belangrijk is, als we als kerk volwassen willen worden, dat we dit gaan leren. Want soms zijn er omstandigheden die gewoon niet leuk zijn, die frustrerend zijn. Soms is de kerk niet leuk. Soms is je baan niet leuk. Soms is je huwelijk niet leuk. Soms is het hoeveelheid eten wat je op tafel kunt zetten niet leuk. Soms is het leven niet leuk. Soms houdt het op te regenen en dat is niet leuk. En dan kun je kiezen. Ga ik gefrustreerd zijn of ga ik van God horen, Heer, wat wilt u hier doorheen zeggen? Wat wilt u hier doorheen tonen? En wat ik namelijk zie en waarom ik het belangrijk vind dat we hier volwassen in worden, is dat wat heel vaak gebeurt, dat als wij gefrustreerd zijn, dan komen we in een soort cyclusstress terecht en dan zijn we gefrustreerd en dan gaan we daartegen vechten. En terwijl we daar dan tegen vechten, falen we in het gevecht en vervolgens vluchten we. Dus we vinden iets niet goed. Je huwelijk gaat niet zoals je huwelijk wil hebben. En je raakt gefrustreerd. En je gaat eerst het gevecht aan tegen je partner. En die moet maar veranderen. En dan moet zus en zo. En je partner verandert niet. En omdat je partner niet verandert, ga je vervolgens maar vluchten en ga je ergens anders heen. Dat patroon waar vechten of vluchten, daar hebben wij heel erg de neiging toe. Je gaat naar een kerk. De kerk is niet zoals je hem zou hebben willen. Het gebeurt niet zoals jij denkt dat het allemaal zou moeten. Je gaat er tegen vechten. Je probeert het te veranderen. Vervolgens verandert het niet. En dan ga je weer vluchten en ga je weer ergens anders heen. En het houdt een patroon vast waarin we niet afhankelijk worden van God, waarin wij eigenlijk voortdurend aan het zoeken zijn dat dingen gaan zoals wij het willen, zodat wij afhankelijk worden van ons support system zoals wij denken dat het zou moeten zijn. God sloot de wolken. Maar hij had uiteindelijk, als je verder ging kijken, het doel dat hij de hemel ging openen. Alhoewel wij soms gefrustreerd zijn, geloof ik dat vanuit Gods perspectief frustratie misschien zelfs wel de open deur is om daardoor dingen te ontdekken met betrekking tot God die we nu misschien nog niet zien. Ik weet dat er angst is in Europa. Ik weet dat er misschien angst is in jouw hart. Dat is ook best wel logisch. Misschien hoor je mij praten over datgene van wat er afgelopen week gebeurd is en ik verloor, ik heb er helemaal geen last van. Ik ben helemaal niet bang. Maar wat doe je? Welke kans zit hierin? Gaan we op onze knieën? Gaan we naar God toe? Gaan we met hem leven? Gaan we van hem ontvangen om te zien wat hij ziet? Of gaan we vechten? En als we falen in het vechten, gaan we vluchten. Als je huwelijk niet gaat zoals jij het wilt, ga je eerst vechten. En als je faalt in het gevecht, vlucht je en je trekt je terug. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen waarin soms vluchten niet verkeerd is. Ik forceer niks. Alleen waar ik het over wil hebben, is van... Kunnen wij net als Elia, dat zien we straks ook verderop als we verder gaan kijken wat daar gebeurt, in afhankelijkheid met God leven, naar God gaan, vragen wat hij ziet, of doen we het voortdurend zelf? De reden dat de wereld zo in brand staat, zoals ik het de laatste weken wel eens noem, de wereld staat in brand, en daarmee bedoel ik precies wat we onder andere afgelopen week op televisie hebben gezien, maar ik heb het niet alleen daarover, ik heb het gewoon over hoe de wereld eigenlijk kapot gaat, omdat ze niet weten dat God van ze houdt, God er voor ze is, God om ze geeft en dat ze God nodig hebben. En daarom geloof ik in een kerk die dat wel weet en die dat laat schijnen en dat in de wereld om ons heen gaat tonen. En daarom is het belangrijk dat we zelf gaan leren zijn perspectief te ontvangen. Want als we dat niet doen, dan doen we hetzelfde als wat de wereld doet en gaat in ons leven ook gebeuren wat er in de wereld gebeurt. Dan komt die zegen van God niet, omdat wij eigenlijk voortdurend bezig zijn met onszelf en ons eigen perspectief. God wil ons zegenen. Maar weet je wat de grootste blokkade is tegen zegenen? Dat is zeuren. En als wij zeuren, dan zullen we de zegen van God nooit zien. En ik zou ook een ander woord kunnen gaan noemen, maar die noem ik maar even niet. Maar als dan het niet gaat zoals wij het willen en we gaan erover zeuren, dan gebeurt er iets met onze ogen en dan zien we niet wat God daardoorheen, dwars door ons heen, wil gaan tonen. En God die neemt ons soms beet. God doet soms dingen in ons leven. God staat soms dingen in ons leven toe om ons uiteindelijk beet te kunnen nemen. Want God weet dat uiteindelijk jij kapot gaat als je niet afhankelijk bent van hem. En hij houdt van jou en dat is wat hij niet wil. Dus zou het soms kunnen zijn dat er dingen in je leven zijn waarvan jij denkt van man, dat is verschrikkelijk.
Maar dat God daardoor heen iets probeert te doen om je afhankelijk van hem te maken. Wie weet wat er in 1 Korinthe, ik zal hem even opzoeken, hoofdstuk 12 staat. Er staat er vanaf vers 6 tot 10, we hoeven het niet te lezen. Maar daar lezen over dat Paulus heeft een wat in zijn vlees? Een doorn in zijn vlees. Wie hier, onze Bijbel, mensen die weten hoe Paulus daar, wat zeg je erover? Het is een? Hij heeft 3 keer ervoor gebeden. En wat kwam er bij hem? Hij noemde het een van Satan. Een engel van Satan. In het grondtekst is daar een boodschapper van Satan. Maar dan staat er daar doorheen. Ik heb 3 keer gebeden en hij bleef die doorn in het vlees. En er zijn allerlei meningen over wat het wel is of over wat het niet is. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hij had een doorn in het vlees en dat vond hij lastig. Hij noemt het letterlijk een boodschapper van Satan. Maar uiteindelijk heeft hij, ondanks dat er een boodschapper van Satan kwam, heeft hij daardoor de boodschap van God begrepen. Mijn genade is jou genoeg. Soms kan er een boodschapper van Satan op je leven afkomen, maar daardoorheen kan God een boodschap geven die jou uiteindelijk meer een overwinnaar maakt dan degene die op je afkomt. Van Judas wordt in de Bijbel gezegd dat de duivel in hem voer. Dus je zou kunnen zeggen, zelfs Judas was een boodschapper van Satan. Maar als Satan niet in Judas was gevoerd en als Judas niet had gedaan wat hij heeft gedaan, was de weg van Jezus naar het kruis, waarin ook Jezus een doorn droeg. En door zijn doornenkroon zijn wij genezen. En God is in staat, het heeft allemaal te maken met perspectief, hoe kijken we naar zaken, om door juist onmogelijke omstandigheden ongelooflijke overwinningen te geven. Maar het heeft te maken, zie met. Hij wil dat we afhankelijk zijn van hem. En om ons afhankelijk te maken van hem, neemt hij jou en neemt hij mij soms beet. Gebeuren er soms dingen waarbij wij in eerste instantie denken, waarom gebeurt dit? Waarom gaat dit niet zoals ik het zou willen? Zodat hij daardoorheen jou en mij wil uitdagen om te zien wat hij ziet. Soms brengt het leven een onverwachte zegen door een onmogelijke situatie. Maar als wij gaan zeuren over de situatie, dan zien we de zegen niet. Amen. En hiermee wil ik niet bagatelliseren wat de wereld waarbij het gebeurt. Maar stel je voor dat wij als kerk zouden zeggen, Heer, wat zegt u hierdoor door ons? Dit komt niet van God, wat er gebeurd is in Parijs. Echt niet. Dat doorn in het vlees bij Paulus kwam niet van God. Judas kwam niet van God. Maar doordat er soms dingen gebeuren, die geïnitieerd zijn zelfs door de vijand, kan God toch iets doen waardoor uiteindelijk hij de overwinnaar heeft. We hebben het erover gezongen. Overwinnaar. Zijn er situaties in jouw leven waarvan je denkt, dit is frustrerend, dit komt van de vijand, dit is niet hoe God mijn leven bedoeld heeft. Maar zou het kunnen zijn dat God dwars daardoorheen jou iets wil tonen om jou afhankelijk te maken van hem, zodat hij jou weer beet kan nemen? Omdat je misschien nu in onafhankelijkheid van hem leeft en hij jou niet meer beet heeft. Maar hij wil jou beet nemen. Hij wil je vastpakken. Hij wil jou bij de hand nemen. En daarom neemt hij jou soms beet. Heeft te maken met perspectief. Zien wij dat perspectief? Tweede punt die ik je mee wil geven is God die wil je beet nemen omdat hij jou beet wil houden. Maar het tweede is God wil je in beweging houden. God wil jou beet blijven houden en hij wil jou in beweging houden. Laten we eens verder lezen wat we net al begonnen te lezen in 1 Koning hoofdstuk 17. En we gaan nu lezen vanaf vers 2. En let eens op tal technische woordjes als gaan, als bewegen en ook op woorden als plaatsen. Hij was eerst hier en hij moest naar daar. Pastor Snijder heeft daar een paar jaar geleden ook prachtig over gepreekt. Maar let maar eens op wat er gebeurt. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten, zoek een schuilplaats in de Wadi Kered aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Dus God had de wolken gesloten, er was hongersnood, maar toen begon er een weg. Een weg van afhankelijkheid waarin Elia moest gaan luisteren naar wat God zei om van hier naar daar te komen. En dat is wat God wil in de tijd waarin we leven. Hij wil jou van hier naar daar brengen. En dat begint soms met frustratie. Dat begint soms met een doorn in het vlees. Dat begint soms met een hemel die niet meer open is. En dan kunnen wij erover gaan zeuren en dan blijven we stilstaan. Maar als we gaan zien, oké, Heer, wat wilt u hier doorheen tot mij tonen? Wat wilt u hier doorheen tot me zeggen?
zeggen. En dan ga je luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dan kom je in beweging en dan ga je van hier naar daar. En zelfs al waren de wolken dicht, er was nog een rivier die wel stroomde. God wil niet dat we afhankelijk worden van de bronnen waar we altijd van afhankelijk zijn. Maar God wil ons brengen soms misschien een nieuwe bron. Zijn we nog wakker? Kom ik nog bij je over? Hij wil je brengen naar die rivier. En hij wil op een bovennatuurlijke wijze, juist opnieuw uit de lucht, via de raven, wil die eten geven. En daarom staat er, dat vind ik zo gaaf, en dit is een prachtig woord ook voor jou. Hij wil je in beweging brengen. En Elia deed wat de Heer had gezegd. Hij liet zich beet nemen door de Heer. Hij liet zich beet pakken door hem. De hemel was dicht. Frustrerend, maar er was misschien frustratie, maar hij bleef ook God beet houden en hij bleef doen wat God van hem vroeg. Niet wat de omstandigheden spraken, niet hoe moeilijk dat was, maar wat God tegen hem zei om in beweging te komen. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging en trok zich terug in de Wadi Kered ten oosten van de Jordaan. En de raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. Dus de hemel was dicht. God had hem beet genomen. En omdat God hem beet had genomen, kwam hij in beweging en bewoog hij van hier naar daar. Misschien wil God dat jij in beweging komt, doordat hij soms een aantal bronnen stopt waar jij afhankelijk van bent geworden, zodat je beweegt van hier naar daar. En dan gaat het verder, vers 7. Maar doordat het al maar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Zelfs al geeft God soms zegeningen, hij wil je in beweging houden. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden. Ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. In dit stukje wat we hier lezen zie je een aantal keren. Ga en luister en doe en beweeg. Ga van hier naar daar. En als je van hier naar daar bent gekomen, ook daar moet je niet weer lui gaan worden en op je lauren gaan lusteren, gaan rusten. Maar ook als je dan weer daar bent gekomen waar God je gebracht heeft, mag je van hem afhankelijk blijven omdat hij je beet wil houden. En niet dat je afhankelijk gaat worden van de nieuwe zegeningen die God je heeft gegeven. Maar hij wil dat je beweegt met hem, zodat je continu blijft gaan waar hij je stuurt. Amen. Als daar ook weer hier wordt, breekt soms God soms af wat hij ooit gegeven heeft. Om je opnieuw in afhankelijkheid van hem in beweging te brengen. Hij heeft jou beetgenomen door het kruis. Is Jezus aan het kruis gegaan en toen heeft hij jou vastgepakt en hij wil je nooit meer loslaten. En omdat hij jou beet heeft genomen, hij jou vast heeft gepakt en jou niet los wil laten, doet hij soms dingen om te voorkomen dat hij jou wel kwijtraakt. En dat wil hij niet. Hij wil dat je blijft bewegen. In gehoorzaamheid met hem. En de derde, we zijn ook bijna aan het einde, want de kinderen komen ook zo terug. Dit is eigenlijk de kern van hoe die hier ook Elia een beetje beet neemt. Hij wilde niet dat Elia afhankelijk werd van de systemen waar hij afhankelijk van was. Hij wilde dat Elia in beweging kwam. En op een gegeven moment had Elia weer honger. Dat hebben we gelezen. Want de beek droogde op. En toen de beek opdroogde en hij eigenlijk bezig was met zichzelf. Waar kan ik voeding krijgen? Zei God iets tegen hem? En het eerste wat Elia misschien dacht. Ik moet naar een plaats waar ik weer te eten krijg. Want ik heb nu niet te eten. En hier komt ook een stukje van waar ook wij als kerk door God soms beetgenomen gaan worden. Ben je er klaar voor om beetgenomen te worden? Ik zoek een beetje van, zijn jullie er klaar voor om beetgenomen te worden? Ja, gelukkig. Zijn jullie een beetje wakker? Ik geloof dat dit mooie waarheden uit Gods woord zijn. Ik ben er enthousiast over. Jullie doen maar wat jullie zelf willen. Punt 3. Hij wil je namelijk betrekken, zet hem er nu maar neer jongens, jullie doen het super erachter, in het bedienen van anderen. Hij wil jou beet blijven houden, hij wil je in beweging houden en hij wil je betrekken in het bedienen van anderen. Laten we eens verder lezen wat er gebeurt in 1 Koning hoofdstuk 17 vanaf vers 10. Elia ging op weg, hij kwam in beweging naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen.
Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Elia was op dit moment helemaal bezig met het water wat hij nodig had en ook het brood wat hij nodig had. En dan antwoordt zij in vers 12, en ik weet niet of in de vertaling het staat zoals het misschien werkelijk gebeurd is, maar misschien was deze weduwe, moet je even voorstellen, zij is daar hout aan het sprokkelen. Het is wel heel bijzonder, er waren heel veel weduwen, maar God wist haar precies te brengen naar de juiste weduwe. Zij was bezig met haar laatste maaltijd. Ze was bezig met haar nood. Maar Elia wist niks van haar nood. Dus die kwam en die zegt, hey, zou jij een beetje water voor me willen halen? En zij denkt, nou, oké, vooruit dan, ik haal water op. Dus ze haalt water op en ze komt met die water. En dan zegt die profeet, zou je ook een beetje brood voor me willen maken? Dacht ze, denk ik. Ik weet niet hoe lief ze dit zei. Zo waar de Heere God leeft, antwoordde zij zo, hallo! Ik denk dat ze dat een beetje zei. Maar goed, laten we het maar even vroom en netjes houden. Zo waar de Heere God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Hallo Elia, broodje voor jou. Dit is de laatste maaltijd die ik aan het maken ben voor mij en mijn zoon. Jij bent bezig met jouw crisis. Jij hebt net lekker heerlijk genoten van de raven en je beekje. En daar heb je continu genoeg gekregen van God. Kom je in beweging omdat God het tegen je zegt, durf je bij mij aan te komen? En mij het water, oké, dat was hier, ik heb je een beetje water gegeven. Maar wil je ook nog dat ik mij laatste broodje aan jou geef? Maar Elia die zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij. En kom me dat te brengen. Elia, die wil ook haar helpen om een ander perspectief te krijgen. Zij was bezig met haar crisis. Zij was bezig met haar honger. Zij was bezig met haar gebrek. Zij was bezig met wat ze niet meer had. En Elia vraagt haar, zou je het aandurven om dat laatste stukje wat je hebt, niet een tiende van het geheel, maar alles wat ze had. Om alles wat ze had toch te geven aan de man van God, aan wat hij wil brengen en wat hij wil ontvangen. En had zij de genade, had zij de durf om dat perspectief te krijgen. Elia zei, maak u niet ongerust, doe wat u voor plan was. Bak voor wat u in huis hebt, eerst iets voor mij, kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis, deed wat Elia had gezegd en ze had elke dag te eten. Hoezo crisis? Ik geloof in de hemel is er nooit crisis. Amen. Daar gaan we het nog een keer over hebben. De vrouw ging naar huis, deed wat Elia zei, ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot. En de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Er was een natie in crisis, er was een profeet in crisis, er was een weduwe in crisis. God bracht ze allemaal bij elkaar. En hij wilde ze allemaal een hoger perspectief geven. Elia ging naar Sarefat om zelf eten te krijgen. Maar God gebruikte hem om de weduwe uit Sarefat te eten te geven. Waar word jij en ik nu voor de gek gehouden? Jij denkt misschien dat jij naar deze kerk gaat in de eerste instantie om alleen zelf wat te ontvangen. En dat mag ook, want God wil voor jou zorgen. Maar God heeft soms die heerlijke onverwachte neiging. Als we het maar willen gaan zien, als we niet alleen maar blijven zeuren, maar ook de zegen van God gaan zien, dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat God jou en mij beetneemt, omdat daar waar jij bezig bent om voedsel voor jezelf te ontvangen, dat God juist jou brengt naar anderen en naar plaatsen om voedsel aan anderen door te geven. En het is niet zo dat God dat wel of niet doet. Het heeft alles te maken met zie je dat wel of niet. Het heeft allemaal te maken met waar ik mee begon, met perspectief. Ik ga afronden. Komt goed, Petra. Het draait niet altijd. Mijn vrouw staat achterin te wachten en zwaait naar mij en zegt ik moet afronden vandaag. Om wat God aan je wil geven, maar juist wat God door jou wil geven. Hij wil dat wij kanalen zijn. En dat heeft te maken met perspectief. In de tijd waarin we leven, in de tijd waarin de controle weg is, hebben wij een keuze. Jij hebt een keuze vandaag. Om een kanaal te zijn van God, of om alleen bezig te zijn met jezelf.
Weet dat God jou beet wil houden. Weet dat God jou in beweging wil houden. En weet dat God jou wil gebruiken. Dat God jou wil betrekken in het bedienen van anderen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.